Uitwerking van opgave 26 van paragraaf 3.5. Je ziet hier de opgave, staat natuurlijk ook in je boek. We gaan kijken hoe je kunt zien uit het diagram welk materiaal het meest elastisch is. Oké, zelfde afbeelding, maar een beetje vergroot. We gaan het materiaal belasten bij een bepaalde spanning. Het maakt niet uit welke spanning. Het gaat erom dat we materiaal 1 en materiaal 2 met elkaar kunnen vergelijken. Als je het belast met een spanning, dan zullen dus beide materialen een rek vertonen. Beide materialen zullen uit elkaar gaan. Maar de rek is natuurlijk voor materiaal 1, zie je, veel groter dan materiaal 2. Oftewel, conclusie, materiaal 1 heeft de grootste rek. En dat is opgave A. B. Bereken bij welke massa het materiaal nog net niet plastisch gaat vervormen. Je hebt twee soorten vervormingen. In dit gebied hier, als je spanning doet, zolang je in dit gebied blijft, een spanning dus tussen 0 en 2,6, dan heb je een elastische vervorming. Elastische vervorming betekent dat als de spanning weggaat, dat dan het materiaal weer teruggaat naar zijn oorspronkelijke vorm. Bij plastische vervorming, dat betekent dat de spanning zo hoog is dat het materiaal niet meer terugkomt in zijn oorspronkelijke vorm. En die plastische vervorming, dat gebeurt in dit gebied hier. Dus de maximale spanning is 2,6 newton per vierkante meter. Je werd niet gevraagd wat is de maximale spanning, maar gevraagd werd wat is de maximale massa die je aan de draad kunt hangen. Wel, de plastische vervorming is dus bij een spanning van 2,6 keer 10 tot de macht 8 newton per vierkante meter. Dus eventjes met een symbool, het symbool voor spanning is de Griekse letter sigma. Gegeven is ook dat de diameter van de draad 8 mm is. Kijk, de millimeter hebben we nodig, want spanning, dat is de kracht per vierkante meter. En die vierkante meter is een oppervlak. En het oppervlak kun je berekenen met behulp van de diameter. Want oppervlak is een kwart keer pi keer d kwadraat. We gaan ervan uit dat de draad cirkelvormig is. Je vult voor de diameter 8 mm in, maar let op, het is natuurlijk vierkante meters. Dus we vullen niet 8 in, maar we vullen 0,008 in, omdat het in meters moet. En dan kom je dus op een oppervlak, op een dwarsdoorsnede, zoals het ook wel heet, van 5,03 keer 10 tot de macht min 5 vierkante meter. Dan weten we dat de spanning is kracht gedeeld door oppervlak, newton per vierkante meter, dus kracht gedeeld door oppervlak. Voor de spanning kunnen we iets invullen, voor de oppervlak kunnen we wat invullen en dus kun je de kracht berekenen. De maximale kracht die je erop kunt doen voordat plastisch gaat vervormen is 1,31 keer 10 tot de macht 4 newton. Gevraagd werd de massa. Dus de massa, die hang je eraan. De zwaartekracht, dat is de kracht die de draad moet weerstaan. Dus invullen en je krijgt tenslotte voor de massa een 1,3 keer 10 tot de macht 3 kilogram. En dat is hetzelfde als 1,3 ton. Tot zover de uitwerking van deze opgave.